Het universele besturingssysteem Isobus is al 2 decennia op de markt. De praktijk pakt het echter maar langzaam op. Vooral omdat veel onduidelijkheid ontstond bij de uitgifte van het predicaat Isobus en het oerwoud aan standaarden dat hierop volgde. Vandaag de dag zijn machines echter goed voorbereid. Kies je voor een machine die op de erkende lijst van Isobus werktuigen staat, erkend door het Duitse DLG, dan mag je een vlekkeloze samenwerking verwachten. Mechanisatiebedrijf Greven, met vestigingen in Flevoland en Friesland, past deze techniek inmiddels in de praktijk toe. Wie zijn trekker heeft uitgerust met de GreenStar 2630 terminal van John Deere, kan, via de seriële verbinding of Isobus-kabel, de strooierbediening op zijn terminal krijgen. Deze functionaliteit behoort tot de standaarduitrusting van het scherm. Ook de nieuwste Command Center terminal, die Deere op de 6R, 7R en 8R trekkers levert, is voorzien van deze functionaliteit. GPS-specialist Robin Bos van dealer Greven legt uit hoe het systeem in de praktijk werkt. Het GreenStar 2630 display van John Deere wordt gebruikt voor GPS-toepassingen en kan daarnaast ook gebruikt worden als Isobus display. Het bijzondere van het display is dat hij niet alleen virtual terminal doet, maar hij doet ook de task controller waarmee je functionaliteiten zoals section control en dat soort dingen kunt uitvoeren. We kunnen dat scherm indelen op verschillende manieren zodat je voldoende informatie continu in beeld hebt. Dat doen we door gewoon rechtsonder in het menu te drukken. Er zit een speciale layoutbeheerder in en hier kunnen we eigenlijk de display layout zelf aanpassen. We kunnen kiezen voor een volledige pagina wat gebruikelijk is voor Isobus normaal gesproken. We kunnen kiezen voor een gedeelde pagina met een groot vlak en een knoppen aan de zijkant. En wat we ook kunnen doen, dat is kiezen voor een pagina waarbij we kwart scherm splitscreens hebben. En dit is onder andere ook opgenomen in de Isobus standaard. En op het moment dat ik dit vlak in wil stellen, krijg ik hier mijn informatiebronnen wat ik in kan stellen. Ik kan bijvoorbeeld video hierin stellen. Ik druk op dat vlak en dan komt hij erin. Voor het andere vlak, bijvoorbeeld Isobus, de kunstmeststrooier welke achter de trekker hangt, druk ik op het vlak en die staat er ook in. En voor het halve scherm bijvoorbeeld mijn GPS-scherm, zodat ik kan zien waar ik rijd en waar mijn kunstmeststrooier automatisch aan en uit gaat schakelen en waar mijn kunstmeststrooier met welke hoeveelheid gaat strooien. Op het moment dat ik op accepteren druk, dan staat die pagina zoals ik hem ingesteld heb onder het huisje. Nou, dan kunnen we hier zien waar we ons bevinden, hoeveel er gestrooid wordt. Kan ik hier eventueel op een camera kijken. En hier zie ik alle belangrijke informatie vanuit mijn Isobus kunstmeststrooier. En wat wel het uniek is van dit display is dat het een specifieke pagina heeft voor die splitscreen, zodat je niet het gehele fullscreen pagina samen drukt naar 1/4 pagina. En bij een specifieke kwart schermpagina heb je dus ook gewoon grote letters die je gewoon prima kan lezen en eventueel de knoppen kunt bedienen. Knoppen die altijd zichtbaar zijn op het display, dat zijn de menuknop rechts onderin. Dat is de knop met de tijd, hoe laat het is. En de knop met het huisje. Nou, we kunnen verschillende pagina's achter dat huisje instellen. Om er zo voor te zorgen dat je snel kunt bladeren tussen je verschillende pagina's. Door op menu te drukken, layoutbeheerder, kan ik al die pagina's zelf indelen. We hebben hier pagina 1 die we zojuist hebben ingesteld. Kan ik klikken naar pagina 2. Kies ik voor het grote fullscreen. En dan kan ik hier weer mijn informatiebron kiezen. Als ik daar kies voor de kunstmeststrooier, dan krijg ik hier mijn kunstmeststrooier op de volledige pagina. Dan druk ik op accepteren, nou staat hij eronder. Dan zien we hier pagina 2 van 2, dat is de volledige kunstmeststrooier. En hier pagina 1 van 2, mijn overzichtspagina met mijn kaart, dat ik kan zien waar ik kan rijden en mijn kunstmeststrooier in het klein. Het beeldscherm van de GreenStar 2630 is 26 cm groot. Voldoende om alle functies duidelijk op weer te geven met de daarbij behorende belangrijke bedieningsknoppen. De Command Center Tracker Terminal is 17,5 of 25 cm. Voordeel hierbij is dat je de menus heen en weer kunt slepen. Bij de GreenStar bepaal je vooraf de indeling van het scherm. Meerdere structuren zijn naar eigen inzicht te creëren, waartussen je vervolgens snel kunt switchen. Het bedienen van de strooier en plaatsspecifiek strooien behoort tot de standaarduitrusting. Wil je gebruik maken van sectieafsluiting, zoals op deze Amazon ZATS strooier mogelijk is, dan moet je hiervoor een licentie kopen. Die kost €1890. Een heel bedrag,
maar nog altijd veel goedkoper dan twee terminals en een GPS-antenne die je normaal nodig zou hebben. De licentie werkt ook voor de veldspuit- en zaaimachine. Na eenmalige kosten kun je ook de secties van alle andere machines bedienen. Met de software wordt het mogelijk om plaatsspecifiek te strooien, spuiten of zaaien. John Deere heeft als fullliner het voordeel dat op meerdere plaatsen tijdens het teeltproces data kan worden verzameld. Bijvoorbeeld opbrengstmeting op de maaidossen. Taakkaarten worden opgeslagen als shapefile die ieder softwarepakket kan uitlezen. Greven gebruikt hiervoor zelf het Amerikaanse programma Apex. Wil je meer data uitlezen, zoals GPS-lijnen, hoeveelheden of gewerkte uren? Dan zijn de gegevens te koppelen met het programma Crop van AgroVision. Dit is de preferred partner voor Nederland van John Deere, omdat zij de juiste kennis hebben van de teelt in Nederland. Het benadrukt echter dat veel beter en meer informatiebronnen kunnen worden gebruikt om plaatsspecifiek te gaan werken. Iedere gebruiker kan gratis een My John Deere account aanmaken. Via dit online portaal zijn taakkaarten en perceelsgegevens op te vragen en op te slaan. Dat doe je via een USB-stick of draadloos. Hiervoor moet JD-Link op je trekker zijn geïnstalleerd. Hiervoor betaal je een vast bedrag per jaar voor de dataoverdracht. Er zit geen limiet aan. De IsoBus machinebediening is inmiddels al enkele jaren mogelijk. Echter, de bediening van vreemde merken draait dit jaar voor het eerst. Het gaat hierbij om onder andere machines van Kvernaland die de splitscreen nog niet ondersteunen. Greven heeft inmiddels 1 jaar ervaring met de Amazonestrooier. Inmiddels ondersteunt deze fabrikant de splitscreen wel, wat de bediening overzichtelijker maakt. Inmiddels is deze splitscreen opgenomen in de IsoBus standaard.